En we zien ook Harry van der Bos aankomen en Dennis Minema, die vandaag de stal van Bas Krebas hier komt vertegenwoordigen. Dan zou ik zeggen, dan beginnen we eerst maar even met de trainerscompetitie. Jullie mogen hier komen staan, want dan kunnen we het mooi in beeld doen. Dan zien de mensen thuis ook nog wat voor prachtig tuig er is meegenomen door Harry van der Bos. Want Harry, je ondersteunt ieder jaar hier de trainerscompetitie. Daar zijn we ontzettend erkentelijk voor. En ik neem aan, alle trainers zijn ook altijd erg blij. Wat voor tuig heb je in dit geval meegebracht? Wat we hebben gedaan, mijn dochter en ik, we doen het samen, het bedrijf tegenwoordig. We stellen dit tuig beschikbaar. Dit is een Racing Tech tuig. Ik ben een heel groot fan van Racing Tech. Het is kwaliteit, het is alles wat ik graag wil belichamen. En dat doen we elk jaar weer. En Dennis als vertegenwoordiger, zes of zevende keer op rij? Ik weet niet hoe vaak, maar heel vaak. Ja, heel vaak. Ja. Dus als Josephine het wil uitreiken, dan... Dan mogen jullie het tuig overhandigen aan Dennis Minema. En dan neemt Dennis het tuig namens de jongere generatie over. Uiteraard nog een paar zoenen en hij krijgt ook nog iets moois erbij, toch? Ja, een oorkonde nog, hè? Ja, hij krijgt een oorkonde, althans die mag opgehangen worden in de kantine bij Bas Krebas. Dan vraag ik nog even aan Dennis. Dennis, een heel succesvol seizoen voor de stal van Bas Krebas hier. Oh, er wordt nog even een foto gemaakt, daar hoef ik niet erbij op. Heel succesvol seizoen hier gehad in Groningen. We zijn ontzettend blij dat jullie met zoveel paarden hier altijd hier inschrijven. Dank daarvoor en je hebt een mooie prijs aan overgehouden. Ja, zeker. En we zijn Harry altijd heel dankbaar voor die tuigen. We gebruiken ze heel veel en we zijn er heel blij mee. Hopen jullie volgend jaar en uiteraard ook Harry van der Bos zadel- en tuigmakerij hier weer op de baan in Groningen te zien. Hartelijk dank en gefeliciteerd met deze zegen. Dan hebben we nog één prijs hier uit te reiken. De rijderscompetitie, dat zal pas ergens in 2020 gebeuren, want de winnaars zijn er niet. Oh, we hebben ook nog de rijderscompetitie, die doen we wel. Ja, de piqueurscompetitie. Die wordt namelijk gewonnen door Micha Brouwer, die is ook niet aanwezig. En daar is de man namens de stal wel, en dat is ook Dennis. Dennis Minema, de vertegenwoordiger van alle prijzen wat dat betreft.